Vicepresident Ronnie Brunswijk zegt dat gezondheidszorg in het achterland geen prioriteit geniet. Voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers gisteren zei de functionaris dat de situatie bij het Marwina ziekenhuis nog steeds heel erg slecht is. Brunswijk zegt dan ook andermaal aan de bel te zullen trekken. Marwina ziekenhuis stelt niks voor. Dus, en het ministerie heeft zelf ook gezegd dat Marwina ziekenhuis niet operationeel is. Ik hoor er niet om mensen voor de gek te houden. Marwina ziekenhuis is een ziekenhuis die we heel goed kunnen gebruiken. Als daarin wordt geïnvesteerd, dan zou het geen probleem zijn, toch? Maar Marwina ziekenhuis heeft niet eens scalpel. Ze hebben niks. Laatst was een medewerker van sociale zaken daar. Ze waren daarvoor dienst. En op een gegeven moment wordt mevrouw onwel. En ze wordt snel gebracht naar Marwina ziekenhuis. De dokter zegt, we kunnen niks doen. Ze hebben niks om te doen. Geen infuus, niks, wat niks hebben ze. Brunswijk geeft verder aan dat mensen nog steeds met de meeste spoed naar Frans-Guyana gebracht moeten worden, terwijl er een ziekeninstelling in Marowijne is. Zelf wordt hij kwalijk genomen omdat hij de vicepresident is en de gebieden vertegenwoordigt. Brunswijk benadrukt dat het binnenland ook recht heeft op goede gezondheidszorg.